Graag wil ik je laten kennismaken met onze visie op stottertherapie. En de vraag die mij regelmatig wordt gesteld, dat is... wat doen jullie nou anders dan andere stottertherapeuten? En nu is het gekke dat wat anderen doen, dat weten we nauwelijks. We horen wel eens wat, maar weten doen we het niet echt. Maar we weten in ieder geval wel wat wel werkt en wat niet werkt. Ik kan wel beginnen met wat niet werkt of... Wat heel moeilijk kan werken. En iets wat niet werkt en heel moeilijk kan werken. Dat is bijvoorbeeld. wanneer je aandacht geeft aan je ademhaling. En gelijktijdig ook nog de zin bedenken die je dadelijk wilt gaan zeggen. Als je niet stottert en je gaat dit doen. dan loop je het risico dat je vandaag op morgen wel gaat stotteren. Je gaat namelijk struikelen over je woorden. Datgene wat je dan leert is zo ontzettend onnatuurlijk. Dat de kans dat je dat erover gaat heel klein is. Maar waarschijnlijk als je jaren oefent en iedere dag oefent, dat je toch een volzinnen kunt uitspreken op deze manier. Maar het is niet de manier. Wij kunnen namelijk niet multitasken. Wij kunnen geen twee dingen tegelijk. En laat staan drie dingen tegelijk. En drie dingen tegelijk is ademhaligste, een zin bedenken en vervolgens de zin uitspreken. Dat is vrijwel onmogelijk. Ja, ik zeg vrijwel onmogelijk omdat niets onmogelijk is. Maar het is niet de manier om te leren spreken. Een zin bedenken en dan uitspreken is onnatuurlijk. De mensen die heel goed kunnen presenteren, de mensen die heel goed kunnen spreken, die gaan nooit vooraf een zin bedenken. Die weten zelfs nooit wat hun volgende zin wordt. Het gaat vanzelf. We hebben daar een systeem voor in ons brein. Waardoor we vanzelf bij die informatie komen en vanzelf kunnen spreken. Maar ben je gespannen en je gaat de zin vooraf bedenken en vervolgens willen uitspreken, dan weer de zin bedenken, dan weer uitspreken, dan loop je vast. Dat wil niet zeggen dat het absoluut onmogelijk is om zo te spreken, maar het is niet de weg. En als je dat op die manier doet of op die manier leert, dan is de kans groot dat je stotterprobleem ja, heel moeilijk overgaat. En de bedoeling is dat je stotterprobleem wel zo snel mogelijk overgaat. De ander recht in de ogen kijken als je spreekt, dat wil ik je zeker afleren in plaats van doen, want als je dat jezelf gaat aanleren, om de ander strak te blijven aankijken wanneer je spreekt. Dan kan ik je vrijwel garanderen dat je stotterprobleem groter wordt. Om de doodeenvoudige reden dat op het moment als die ogen elkaar raken, en je bent dus gefocust op ogen, dat is dat je brein blokkeert. En zo zijn we gemaakt. Zodra namelijk twee dieren elkaar recht in de ogen kijken, dan gaan ze met elkaar vechten. Als twee mannen in de kroeg elkaar recht in de ogen kijken en de een krijgt een duw omdat de ander op zijn tenen stond en twee keren zeggen over elkaar wat moet je? Als dat langer dan tien seconden duurt, wordt het waarschijnlijk ook vechten. En wij hebben geleerd dat we beleefd zijn wanneer we die ander recht in de ogen kijken, maar zo heel beleefd is het niet. Waarmee je aandacht aan geeft en wat onze visie is, dat is dat een stotterprobleem. Heel weinig te maken heeft met je spraak. Natuurlijk het uitzicht in jouw spraak. Maar het is een visueel probleem. En dat is aparte. Als we het namelijk gaan benaderen als een spraakprobleem, dan geven we aandacht aan stotteren. En zodra we aandacht gaan geven aan stotteren, ha, aandacht zorgt voor groei. En dan lopen we het risico dat je probleem groeit in plaats van dat het minder wordt. Het is een visueel probleem. Dus hoe je naar de wereld kijkt en hoe je de wereld in je beleving ziet. Wat mij nou altijd zo opvalt, dat is dat vrijwel iedereen die stottert, daar zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. En die uitzondering is minder dan 1%. Maar dat 99 en nog wat procent van alle mensen die stotteren, die zijn in staat om prima te spreken. Bijvoorbeeld ben je stotter en je hebt een hond of een papegaai of een poes. Daar kun je daar waarschijnlijk prima mee communiceren zolang er geen mensen in de buurt zijn. Ben je stotteraar en je hebt een baby of een kleuter. En er is iemand in de buurt, dan kun je daar waarschijnlijk uitstekend mee communiceren. Zou je paard rijden en je rijdt buiten en je zit op dat paard en je wilt dat paard een instructie geven. Dan gaat dat vanzelf zolang er geen mensen in de buurt zijn. Het gaat pas niet vanzelf zodra je weet dat je beoordeeld kunt worden. En dat betekent dus dat je automatisch met de ogen van de ander heel kritisch naar jezelf kijkt. En dat betekent automatisch dat er iets in je visuele systeem verandert. Onze visie is dat je al kunt spreken. En iets wat je kunt, dat hoef je nooit meer te leren. Dus wat wij je nooit gaan leren, dat is jou leren spreken, want dat kun je. Je stotteren krijgt dus nauwelijks of geen aandacht. Wat krijgt wel aandacht? Stotteren is een visueel probleem. Ben je nou bijvoorbeeld voetballer en je staat vrij voor een goal en je wilt om de bal vragen? Dan bestaat het niet dat je gaat stotteren wanneer je om de bal vraagt. Dat gaat vanzelf. Jij kunt spreken. Alleen in veel situaties blokkeert je brein. En dat is een visueel aspect. En daar zijn wij bij MindTuning goed in om daar wat in te veranderen. Want wij kunnen je op de goede manier leren kijken zoals de beste sprekers kijken. We kunnen je technieken leren waardoor de buitenwereld veel beter en veel makkelijker binnenkomt. En dan, in je binnenwereld gaat er ook nog het een en ander mis en daar kunnen we aan sleutelen. Want je zult ongetwijfeld wel eens het gevoel hebben dat er ergens een knopje zit in je brein als dat wat omgedraaid. Dan gaat dat goed met je. Het draait niet zozeer om jouw probleem, het draait heel simpelweg om datgene wat je wel wilt. En wat je wel wilt is waarschijnlijk heel makkelijk, heel makkelijk kunnen spreken. Gewoon voor de vuist weg kunnen zeggen wat je graag wilt zeggen. Die buitenwereld helder doordringt in iedere situatie of nou je telefoon gaat of je hebt met een groep mensen te maken of je bent gewoon ergens op bezoek. Of mensen kijken je strak in de ogen dat niets jou nog deert. Ja. Dat is heel reëel. En dat kunnen we samen gaan realiseren. Wij kunnen realiseren, als jij er graag wilt en je bent gemotiveerd, dat je na twee, misschien drie sessies, in staat bent om makkelijk te communiceren. De kunst om nieuwe dingen aan te leren is, ja, dat valt best mee. Het is meer het oude afleren. En dat kost even tijd. Maar we maken te vaak mee dat mensen hier weggaan. Na één keer. En dat zal ze zeggen, nou, het is ongeloo ongelooflijk hoe makkelijk dat het is. Dus heb je een stotterprobleem? Het is een oplosbaar probleem. Maar liever niet met aandacht op spraak. Het kan anders en het kan beter en het kan sneller. Want stotteren heeft weinig te doen met jouw spraak, maar het heeft alles te maken met hoe jij naar de wereld kijkt. En hoe je de wereld van binnen beleeft. En wat nog iets. Het heeft ook iets te maken met ritme. En ook dat is iets wat je hier leert: het juiste ritme van spreken.